En vandaag gaan we eens kijken naar hoe je best een auto kan huren in het buitenland. En daarover ga ik het hebben met Laurens de Vors. Dag Laurens. Goedemorgen. Laurens de Vorse, jij bent expert bij testaankoop. En wat doe je juist bij testaankoop? Ik hou me vooral bezig met reizen en met contracten. Ja, voilà. Dus jouw hoogseizoen, of hoe zeg je dat, is wel degelijk volop bezig. Dat is begonnen. Ja, en we gaan het eens over een klein onderdeeltje hebben, een auto huren. Ik heb een paar vragen voor jou, zoals bijvoorbeeld om binnen te komen. Ja, reserveer ik dat eigenlijk best online op voorhand? Of neem ik het risico om te reizen en daar ter plaatse binnen te wandelen in zo'n vaak druk bezet... Hoe heet dat, zo'n hokje? Hè? Zo'n verhuurkantoor. Zo'n verhuurkantoortje, ja. Wel, er zijn eigenlijk voor- en nadelen voor beide opties. Als je online boekt, dan heb je natuurlijk het voordeel dat je de tijd hebt, dat je op je gemak de prijzen kan vergelijken, de voorwaarden grondig nalezen en een weloverwogen beslissing nemen. Daarentegen staat wel dat je een stukje minder flexibel bent, want je bent al gebonden en vaak kan je maar tot op een bepaalde datum annuleren of wijzigen. Vaak bijvoorbeeld 48 uur op voorhand. En daarnaast zien we ook dat er soms een transparantieprobleem is in de sector en dat informatie die je eigenlijk op voorhand zou moeten krijgen bij het boeken online, dat je die pas achteraf in het verhuurkantoor krijgt. Dus dat is eigenlijk niet zoals het zou moeten zijn, maar soms is dat wel het geval. Een ander voordeel van online boeken is wel dat je zeker bent dat een voertuig van de gewenste categorie beschikbaar zal zijn. Dus dan moet je daar al niet meer over stressen. Maar de flexibiliteit ben je dus een stukje kwijt. En dat is nu het grote voordeel van het pas ter plaatse te doen. Als je ter plaatse boekt, dan ben je volledig vrij tot op de laatste moment om je plannen aan te passen. Je kan rekening houden met de weersomstandigheden. Als het bijvoorbeeld heel goed weer is de laatste dagen en je denkt, ik lig liever aan het zwembad voor 3 dagen, dan kan je die huurperiode nog wat inkorten bijvoorbeeld. Ja. En je kan ook lokale spelers met een minder sterke internetaanwezigheid betrekken. Je ziet heel vaak wel de usual suspects terugkomen, hè? De hele grote bedrijven. Inderdaad, als je online zoekt, dan zal je vooral de grote bedrijven zien en minder de lokale. En die kunnen toch ook wel een goede deal hebben. Dus dat is ook het overwegen waard. Oké. Hoe oud moet ik zijn om een auto te mogen huren? Wel, leeftijd speelt eigenlijk op verschillende manieren een rol. Ten eerste is er een minimumleeftijd. Als je jonger bent dan 19 à 21 jaar, dan kan je vaak geen auto huren. Dat verschilt wel van verhuurder tot verhuurder. En dat kan ook verschillen afhankelijk van welk type voertuig dat je wil huren. Bijvoorbeeld, voor het luxe segment kan er een hogere minimumleeftijd zijn. Ah, toch, ja. Ja. Dan daarnaast is er vaak ook een minimumervaring vereist. Dat is dan bijvoorbeeld 1 jaar. Dan moet je al minstens 1 jaar in het bezit zijn van het relevante rijbewijs. En anders kan je ook niet huren. En daarnaast nog is er een toeslag voor jongere bestuurders. Daar ligt de leeftijd iets hoger. Dat is vaak rond de 25 jaar. En als je jonger bent dan die leeftijd, dan betaal je een toeslag. Dus bovenop de huursom betaal je eigenlijk voor elke huurdag nog een aparte toeslag. En dat is echt omdat ze jou zien als een risico? Ja, inderdaad. Dat is omdat jij een groter risico bent en dan betaal je dus een toeslag. Ja. Er is nog 1 andere manier waarop leeftijd een rol kan spelen. En dat is eigenlijk in de omgekeerde richting. Dat is eigenlijk een zachte maximumleeftijd. Dat is dus als je een zekere leeftijd bent. Vaak is dat bijvoorbeeld 75 jaar. Dat kan je wel nog huren, maar dan zal je misschien extra formaliteiten moeten vervullen. Zoals bijvoorbeeld het voorleggen van een medisch attest of een brief van je autoverhuurder hier in België, waaruit blijkt dat jij nog volledig bekwaam bent om met de auto te rijden. Of je zal ook een toeslag moeten betalen, naar analogie dan met de jongere bestuurders, omdat je een groter risico bent dan... Oké. Allemaal goed nakijken dus voor je vertrekt. Of je wel überhaupt een auto mag huren natuurlijk, hè, als je als jonge vrienden van plan bent om te gaan reizen. Welke papieren heb je dan nodig? Het spreekt voor zich, een rijbewijs. Ja, dus je hebt eigenlijk 3 dingen nodig. Ja? Ten eerste een rijbewijs. Ten tweede een identiteitskaart. En ten derde een kreditkaart. Oké. Nu, alle 3 die documenten moeten op naam zijn van de bestuurder. Dus ook de kredietkaart. Je kan niet de kreditkaart van een passagier gebruiken. Het moet echt van de bestuurder zijn. En buiten Europa zal je die identiteitskaart moeten vervangen door een internationaal paspoort.
En dat rijbewijs, dat Europees rijbewijs, vervangen door een internationaal rijbewijs. Ja, maar daar moet je niks extra voor doen qua examen of zo? Dat is nee, dat kan je gewoon aanvragen op de gemeente. Hetzelfde als een paspoort. Denk daar vroeg genoeg aan moet stressen op de laatste minuut voor die documenten nog dat in orde kan, te krijgen. Dat kan soms nog wel eens even duren. Ja. Ja, dus welke betaalmiddelen heb ik nodig? Ja, die creditcard heb ik sowieso nodig. Dat is voor de waarborg, denk ik. Inderdaad. Ja. Dus we moeten een onderscheid maken tussen het betalen van de huur. Som aan de ene kant. Daar heb je vaak de keuze uit verschillende betaalmiddelen. Maar ook cash vaak, hè? Ja. Vaak cash, debietkaart, creditkaart. Dat kan ook wat variëren tussen de verschillende autoverhuurders, maar je hebt vrij de keuze tussen de betaalmiddelen die zij aanvaarden. Voor de waarborg heb je die creditkaart nodig. En wat gebeurt er dan precies? Ze gaan eigenlijk een bepaalde som blokkeren op je creditkaart. Dus de limiet moet voldoende hoog zijn om die som te dekken, maar ook om alle andere uitgaven die je eventueel op je creditcard wil zetten, te betalen. Ja. Dus houd daar zeker rekening mee dat die limiet voldoende hoog moet zijn. Zeker als jongere kan dat zijn dat je creditcard een vrij lage limiet heeft, omdat je nog geen echte beroepsinkomsten hebt. Dus dat is ook iets om zeker te onthouden. Waar moet ik dan vooral op letten als ik boek? Neem nu online, wat toch de meeste mensen denk ik wel doen, hè? Ja, hoe vind je nu een goede autoverhuurder? Wel, ten eerste vergelijk je op de prijs. Dat kan je online makkelijk vergelijken. Dat is natuurlijk een van de voordelen van online. Maar kijk ook zeker naar de voorwaarden. Die voorwaarden die moet je eigenlijk grondig lezen. De wetgever verwacht ook van jou dat je die voorwaarden daadwerkelijk leest. In de praktijk moet ik wel zeggen dat, dat die voorwaarden niet altijd zo transparant zijn, dat die vaak heel lang zijn, dat die verspreid kunnen zijn over verschillende documenten en dat er dus echt wel nog een transparantiegebrek is in de sector. Maar lees ze toch en probeer daarbij zeker informatie te vinden over de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld, kan ik mijn boeking nog wijzigen of annuleren en tot hoe lang? Bijvoorbeeld, welke toeslagen kunnen er allemaal bij komen? We hebben daarnet al gesproken over de toeslag voor jongere bestuurders. Er zijn er nog een heleboel. Er zijn toeslagen voor optionele extra's, bijvoorbeeld een kinderzitje dat je bijboekt. Er zijn toeslagen voor extra dienstverlening, bijvoorbeeld als je een reis maakt van punt A naar punt B en je wil de auto in punt B achterlaten. In dat geval betaal je meestal ook een toeslag, omdat het principe is dat je altijd de auto terugbrengt naar het filiaal waar je de auto ontleend hebt. Dus er kunnen ook nog andere kosten bij komen. Administratieve kosten, als je een boete hebt bijvoorbeeld, kunnen er bovenop de boete nog een administratieve kost komen voor het verwerken van die boete. Hetzelfde met een ongeluk, bovenop de schade nog een administratieve kost. En de franchise zal daar misschien ook al wel in vermeld staan. Als er iets is, hè, als je De franchise, dat is dan meer op het vlak van de schade dan. Hè. Als je de schade moet betalen, dan betaal je de schade. Ofwel ben je verzekerd en dan zal de verzekering dat dekken. Maar in dat geval betaal je wel nog de franchise. Ja. Maar dus houd er rekening mee dat er veel kosten kunnen bijkomen en dat je daar duidelijke informatie over moet vinden. Idealiter zou je één lijst vinden met daarop alle mogelijke kosten die erbij kunnen komen. Dat is het transparantst. Ja. En als je ziet bij het bekijken van die voorwaarden van kijk, al die informatie die ik juist heb vernoemd, die vind ik heel moeilijk. Of als ik die vind, dan is die heel onduidelijk. Of ik vind in het ene document staat A, in het andere document staat B. In dat geval... Wees op je hoede. Ja, wees op je hoede. Neem dat mee in je beslissing. En als er bijvoorbeeld nog een ander alternatief is, een andere autoverhuurder met een vergelijkbare prijs, dan ga je misschien beter naar die andere autoverhuurder. Hoe zit het juist met brandstof? Wel, bij brandstof zijn er twee mogelijkheden. Je hebt ofwel de full-full of de full-empty. Wij raden altijd de full-full aan. Dat betekent dat je met een volle tank vertrekt en dat je die dan zelf weer opvult voor je terugkeert. Vol afgeven. Ja, voilà. En het grote voordeel daar is dat je eigenlijk zelf kan beslissen waar je tankt. Ja. En dus kan je kiezen voor de goedkoopste pomp. Bij een full empty breng je de auto leeg terug en gaan zij die zelf weer vol tanken. En daar word je eigenlijk twee keer benadeeld. Ten eerste omdat ze servicekosten zullen aanrekenen voor het terug opvullen. En ten tweede omdat de prijs van de brandstof vaak wat hoger zal liggen dan de brandstof die je zelf zou vinden aan de pomp.
Dus dan verlies je... En dat verschijnt dan achteraf op je creditcard en daar kan je dan ook niet veel aan doen. Hè? Het is dan een beetje wat het is, dat bedrag. Als je daarmee akkoord bent gegaan, dan is dat inderdaad niet makkelijk om daar nog verhaal tegen te halen. Mm-hmm. En dan in verband met verzekering. Ik veronderstel dat je wel een basisverzekering hebt als je zo'n auto huurt. Ja, er is één verzekering die verplicht is en die normaal ook standaard inbegrepen is in de huurprijs. Dat is de third-party liability-verzekering. Eigenlijk een verzekering die de schade dekt die jij aan iemand anders kan berokkenen met je auto. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik bots tegen iemand anders. De schade aan dat voertuig wordt dan gedekt door die verzekering. Mm-hmm. De schade aan het huurvoertuig, aan jouw voertuig, mm-hmm. dat wordt niet gedekt door die verzekering. Voor die schade kan je ook laten verzekeren. Er zijn een heleboel verzekeringen die de autoverzekeraars aanbieden. Eigenlijk zijn dat zelf geen echte verzekeringen, maar eerder contractuele afspraken dat zij de schade op zich nemen, mocht er schade zijn. Belangrijk is wel, veel van die verzekeringen hebben een franchise, dus hou daar rekening mee. En ten tweede, die verzekeringen die hebben vaak ook veel uitsluitingen. Dus bepaalde vormen van schade die uitgesloten worden en die dus niet gedekt zijn. Vandaar ook heel belangrijk, als je zo'n verzekering wilt nemen, kijk heel goed na. Wat is wel gedekt, wat is niet gedekt en is dat wel de moeite waard? Bovendien hebben veel mensen al een heleboel verzekeringen die ze standaard hebben, bijvoorbeeld de reisverzekering. Mm. Kijk misschien ook op voorhand eens na of die reisverzekering of een andere verzekering eventueel ook iets zou kunnen dekken. Ja. Dan hoef je dat al niet meer te kopen bij de autoverhuurder. Ja, dat is inderdaad wel een goede tip. Waar moet ik dan vooral op letten als ik mijn auto ga ophalen of als ik die terug ga inleveren? Ja. Bij het ophalen doe je een check-out-procedure en eigenlijk ga je dan een inspectie doen van het voertuig samen met de autoverhuurder. En dan kijk je na of er al schade is aan het voertuig. Daarbij controleer je bijvoorbeeld de buitenkant, maar ook andere dingen die je makkelijk kan controleren. Bijvoorbeeld de parkingsensoren, de pinkers, de remmen. Dergelijke zaken kan je vlug eens testen om te zien of het nog werkt. Mm-hmm. Schrijf ook alles op. Ja, maar ze duiden dat dan vaak aan op zo'n plannetje, hè, waar er al schade is. Dat er geen discussie kan zijn nadien. Je kan eventueel ook foto's nemen om nog een extra bewijsstuk te hebben. En dan kan je dat document samen tekenen. Dan weet je, dat is de staat van het voertuig bij het ontlenen. Dan bij het terugbrengen heb je eigenlijk de keuze. Normaal breng je terug tijdens de kantooruren. En dat is eigenlijk ook de beste optie, denk ik. Mm-hmm. Tenzij dat je echt een goede reden hebt om dat buiten de kantooruren te doen. En de reden waarom is dat je dan opnieuw een inspectie kan doen samen met de autoverhuurder. Mm-hmm. En dan kan je opnieuw alles opschrijven op een document en dat ook tekenen. Teken wel niet als je niet akkoord gaat met het oordeel van de autoverhuurder. Ja. Je kan opnieuw foto's nemen. Je kan zelf een ontvangstbewijs vragen dat je de auto hebt terug gebracht. Als je buiten de kantooruren de auto wilt terugbrengen, dan heb je een beetje een nadeel, want je kan die inspectie niet samen doen. Dus dat vergroot ook een beetje de kans dat er achteraf nog een geschil ontstaat. En bovendien blijf je ook verantwoordelijk voor die auto tot het kantoor open gaat, tot zij die echt in ontvangst nemen. Volg zeker ook nauwgezette instructies op voor zo'n teruggave buiten kantooruren. Vaak is dat gewoon de auto parkeren en dan de sleutels ergens in een brievenbus deponeren. Ja. Als je een heel vroege vlucht hebt of zo, ik zeg maar wat. Ja, dat kan je niet anders. Ja. Ja. Maar misschien zijn zo'n kantoren in de luchthavens vaak wel redelijk 24/7 open, dat weet ik niet. Dat zou goed kunnen, ja. 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 Maar dat zal misschien ook zelf variëren tussen luchthavens. Dus dat is iets dat je misschien kan opzoeken online. Ja, toch wel veel research op voorhand, als je het goed wil doen, hè? Ja, als je echt volledig voorbereid wilt zijn, dan plan je best een beetje en dan lees je alles grondig na. Dat is eigenlijk hoe het zou moeten. Hoe het zou moeten, ja, inderdaad. Nu, wat als ik dan toch een ongeluk heb? Klein of groot, wat doe ik? Wat moet ik als eerste doen? Wel, dat is min of meer hetzelfde als in België. De instructies vind je ook terug in je contract, dus je kan het eens nakijken. Maar min of meer komt dat op het volgende neer. Verwittig de politie. Mm-hmm. Verwittig ook zeker de autoverhuurder zo snel mogelijk. Okay. Vul een aanrijdingsformulier in. Verzamel de contactgegevens van alle betrokkenen en eventuele getuigen. En voor het overige volg je gewoon de instructies van de autoverhuurder zo nauwgezet mogelijk op. Ja, en hopen dat je niet te ver weg bent, dat je nog een beetje kan communiceren met de locals.
Ten slotte, dan denk ik aan, als ik een geschil heb met de autoverhuurder zelf, dat is natuurlijk ook heel vervelend. Waar denken we dan zo aan? Wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Dat kan zijn dat er iets aangerekend is op je waarborg, ja, waar je niet akkoord nadien mee gaat. Ja. Dat is waarschijnlijk het meest courante probleem. Oké, maar dan ben je al terug thuis. Dan ben je al terug thuis. Of bijvoorbeeld als je de auto terugbrengt naar het filiaal, dat ze zeggen van kijk, dit is schade, dat ga je moeten betalen en dat je daar niet akkoord mee bent. Dus dan weet je het al onmiddellijk als je hem terugbrengt. En wat doen we dan? Wel, in dat geval heb je meerdere opties. Ten eerste, het is een beetje moeilijker natuurlijk om met zo'n bedrijf zelf een oplossing te vinden, want dat is vaak een bedrijf in het buitenland. Maar je kan zelf al proberen om dat geschil op te lossen. Als dat niet lukt, dan kan je een beroep doen op een bemiddelaar. En daar heb je twee opties. Je hebt het Europees Centrum voor de Consument. Dan kan je bij de Belgische tak, bij ECC België, een klacht indienen. En dan kunnen zij via hun partners in het netwerk bemiddelen. Dat is natuurlijk voor autohuur binnen Europa. Dan heb je ook nog de European Car Rental Conciliation Service. Dat is eigenlijk een instelling die door de autoverhuurders zelf is opgericht, waar zij ook een bemiddeling aanbieden en zelf een beslissing kunnen nemen die bindend is voor de autoverhuurder. Ja. Dus dat is ook een goede optie. Dan is er nog de optie dat je de auto eigenlijk als deel van een pakket hebt gekocht. Dus een pakketreis, daar hebben we het daar straks al over gehad. In dat geval kan je misschien ook een beroep doen op de geschillencommissie reizen. Ja. Als dat een Belgische reisorganisator is die verantwoordelijk was voor de goede uitvoering. Dat helpt altijd, hè, als je zo'n pakketreis hebt geboekt. Ja, dan sta je er minder alleen voor. En tot slot, als je ziet, er is een aanrekening gebeurd op mijn creditkaart die eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Dan kan je die aanrekening ook betwisten via mijnkaart.be. Ja. En dan kan die eventueel teruggedraaid worden, mocht blijken dat die niet verschuldigd is. Oké. Heel veel informatie, Laurens. Dank je wel om dat met ons te komen delen. Graag gedaan. En tot een volgende keer. Oké.